Oh, ik had er dus eentje, die had een lifestyle blog, maar die stond alleen maar in ondergoed. In haar ondergoed. Dat er naar gevraagd wordt tijdens een sollicitatie. Dus probeer er een reden voor te hebben. Van goh, je hebt 2 jaar, ben je eruit geweest? Ja. Kan je vertellen waarom het was? Het kan wel eens voorkomen dat jij voor een bepaald vak zo hard moet leren dat je gewoon geen tijd hebt voor een baantje erbij. Dus dan zeg je gewoon, hey, ik moest statistiek herkansen. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om tijdens die periode even niet te werken, even geen baantje te hebben en me volledig te focussen op school. Dus een gat op je cv is denk ik niet zo heel erg. Maar er moet wel een reden voor zijn en die moet je ook kunnen motiveren tijdens de sollicitatie. Als jij 80 bijbaantjes vroeger heb gedaan. Ja, ik hoef ze niet allemaal 80 te weten als ze niet echt relevant zijn voor de startersjob bijvoorbeeld waar je nu op solliciteert. Als je bijvoorbeeld heel veel bijbaantjes hebt gehad in bijvoorbeeld de horeca, supermarkt en als postbezorger, dus dat kan je gewoon in één kopje, één noemer doen. Wij zoeken naar iets wat bij die functie hoort. Als wij bijvoorbeeld iemand zoeken die een bepaalde ervaring heeft in klantenservice, dan gaan wij eerst zoeken of mensen wel ervaring hebben in die klantenservice. En als wij er heel erg moeten naar zoeken, ja, dan ben je ons al kwijt. Je moet echt zorgen dat de dingen waar je op solliciteert, dat ook opvalt in je cv. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. En dus niet in die hele lappe tekst, maar gewoon lekker beknopt houden. De periode dat je het hebt gedaan, het bedrijf, de functie. Leuk dat je bij Apple, Google hebt gewerkt. Maar als je dan alleen Google zet, ja, daar heb je alsnog niet zoveel aan. Dus laat zien wat je hebt gedaan. Wat ik belangrijk vind is sowieso de opleidingsrichting. Of iemand de propedeuse bijvoorbeeld gehad heeft. Welke minor je hebt gevolgd, activiteiten binnen je studie. Daarnaast vind ik het belangrijk als de periode beschreven staat. Dan weet ik wel wat je die 8 jaar gedaan hebt. Stel je voor dat je een studie hebt gedaan met daarin een specifieke minor die relevant is voor de functie waar je op solliciteert, benoem die ook. Zet hem er zeker in. Ik zie dat ook als kennis en werkervaring en een stage bijvoorbeeld ook. Zet het onderwerp van je scriptie erop en heel kort wat je hebt onderzocht. De titel bijvoorbeeld van je afstudeeronderzoek en een kort samenvatting. Ja, je hebt natuurlijk ook wel eens het geval dat je een studie hebt gekozen die niet helemaal aansloot bij jouw wensen. Zet dat er ook op. Wees daar eerlijk in. Dat je wellicht 1 jaar een studie hebt gedaan en daarna hebt besloten om toch een andere richting op te gaan. Dat is helemaal niet erg. Maar dat zijn wel dingen die ik zou vermelden. Ja. Ja, ik heb het. Ja. Studentenvereniging op cv. Of dat op je cv moet. Ja, dat kan wel. Als je bijvoorbeeld in het bestuur van de studentenvereniging hebt gezeten, ja, ik vind wel dat dat iets is wat je erop kan zetten. Laat ook zien dat je ondernemend bent. Ik vind dat al een pluspunt. Laat zien dat je verantwoordelijk bent en dat je ook sociaal vaardig bent. Als jij bijvoorbeeld een jaartje bestuur hebt gedaan of penningmeester of in een bepaalde andere commissie hebt gezeten, kijk, dat zijn die buitenschoolse praktijken die we wel kunnen waarderen, zeg maar. Ja. Heel graag. Ja, absoluut. Dat willen we heel graag terugzien. Vertelt iets over jou als persoon en wij zijn daar altijd heel benieuwd naar. Stel, je bent 1,5 jaar weg geweest, dan zou het betekenen dat je een gat van 1,5 jaar hebt. Zeker. Het is goed om te weten dat je inderdaad in de tussentijd wat gedaan hebt. Daarnaast, wanneer je zo'n reis maakt, ontwikkel je heel veel competenties. Competenties die je niet op je werk kan ontwikkelen. Omgaan met andere mensen, andere culturen. Omgaan met stress, zelfstandig leven. En dat zijn dingen die een hele goede meerwaarde hebben, uiteindelijk ook in je professionele leven. Plus als je het hebt over, ik wil een compleet plaatje van iemand krijgen bij een cv, weet je wel. Nou, dat je een wereldreis hebt gemaakt, zegt ook überhaupt al wel veel over jou als persoon. Ja, lekker erop zetten. Dan heb je ook meteen een mooi onderwerp om over te hebben tijdens het gesprek.